Dit is een niet officieel gebied in Duitsland. Een beetje grijs gebied, mooie trails. We gaan ook niet exact vertellen waar we rijden, maar je kan hier leuke trails vinden. Wat voor trails kunnen we vinden dan? Van alles wat eigenlijk. Een beetje rotsig vooral. Wortels ook, steilere stukjes, technisch. Wel hele toffe speelse trails eigenlijk. Ja, de voorspelling is dat het droog blijft en de trails zijn hier ook echt heel droog. Mooie stenen ondergrond. De ingrediënten voor een mooie dag, toch? Ja, zeker. Oké, en het uitzicht is in ieder geval al prachtig. Oké, let's go. Yes. Let's go. Lekker! Klim achter de rug, 200 hoogtemeters in een klein half uurtje. Goed te doen, niet heel stijl. Prachtig uitzicht, een beetje ouwe hoeren. Helemaal goed, let's go. Die wortels, dat is kut. Ik ga dit lopen. Hoe ga ik dit lopen? Dat is ook de vraag. Ah, oh, nice dit. Nice. Dank je, jongen. Leuk, hè? Ja.
En dit zal wel weer GoPro effect zijn, maar dit is een serieus stijl. Aardige drops erin of smal. Ja, superleuk. Ja, echt wel goede remmen nodig hier. Ja. Zeker goede remmen nodig, ja. Ja, hele toffe trail. Er is hier wel echt van alles wat, hè. Goed dat je kan afwisselen, want de hele dag dit, dat is, ga je wel voelen. Ja. Full focus naar beneden, hoor. Ja, superleuk. Wat vonden we ervan, heren? Ja, super. Echt fantastische trails. Gewoon overal droog, alleen maar rotsen. Ja, en verschillende niveaus wel. Van alles wel wat te vinden. En redelijk natuurlijk allemaal. Dus natuurlijk drops, wortels, rotsen, jumpjes. Dat is echt super vet. En ze zijn van plan om hier in de toekomst wel een officieel trailcenter van te maken. Ja, en voor nu zelf een beetje zoeken, wellicht genoeg. Of een local meenemen. Oké, nou op naar de volgende. Ja, ciao. Ja. Aside from my soul, I